Welkom bij het Sint-Elisabeth Ziekenhuis. Binnenkort wordt u op de endoscopieafdeling verwacht voor een coloscopie. Een coloscopie is een onderzoek van de gehele dikke darm. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een endoscoop. Dit is een dunne buigzame slang met op het eind een kijker en een lampje. Hiermee is het voor de maag-darm-leverarts of internist mogelijk in uw dikke darm te kijken. In deze film ziet u wat u tijdens dit onderzoek kunt verwachten. Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling maag-darm-leverziekte. U volgt route 50 op de begane grond. U meldt zich op de afgesproken tijd op de endoscopieafdeling waar een baliemedewerkster u ontvangt. Neem uw verwijs of aanvraagbrief voor het onderzoek mee. Neem ook uw ponsplaatje en afsprakenkaart mee. Controleer of alle gegevens nog juist zijn. Zorg dat u kunt aangeven welke medicijnen u gebruikt. Neemt u ook een schone onderbroek mee. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Als u bloedverdunners gebruikt, wordt in overleg met de behandelend arts besloten of u deze voor het onderzoek tijdelijk moet stoppen. Vrouwen die de anticonceptiepil slikken, moeten rekening houden met de verminderende werking hiervan. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van het laxeermiddel. 7 dagen voor het onderzoek mag u geen staalpillen of andere medicijnen innemen die ijzer bevatten. Het is door het ijzer namelijk erg moeilijk om uw darmen schoon te krijgen. Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u vanaf 12 uur 's nachts niet meer mag eten of drinken. De verpleegkundige vraagt u om uw broek, rok en ondergoed uit te trekken en op een bed te gaan liggen. Vervolgens brengen verpleegkundigen u in het bed naar de onderzoekskamer. Daar praat u met de arts die het onderzoek uitvoert. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de onderzoektafel. Vervolgens wordt er een infuusnaald ingebracht. Via deze naald geeft de arts die het onderzoek verricht u een rustgevend middel waarvan u slaperig wordt. Als het nodig is, wordt deze naald ook gebruikt om u een pijnstiller te geven of om een middel toe te dienen dat de darmbeweging vermindert. De arts brengt de endoscoop via uw anus in de dikke darm. Tijdens het onderzoek wordt via de endoscoop af en toe wat lucht ingeblazen, zodat het slijmvlies van de darm beter zichtbaar is. Hierdoor kunt u wat buikkrampen en of een opgeblazen gevoel in uw buik krijgen. Ook kunt u het gevoel krijgen dat er ontlasting moet komen. Soms is het noodzakelijk wat weefsel weg te nemen. Dit is volkomen pijnloos. Na het onderzoek slaapt u op de afdeling endoscopie uit tot u goed wakker bent. In de regel duurt dit ongeveer een uur. U kunt weer gewoon eten en drinken. Daarna mag u onder begeleiding naar huis worden gebracht. Het is mogelijk dat u nog last heeft van darmkrampen en of gering bloedverlies uit de anus. Als u na het onderzoek heftige buikpijn houdt en of aanhoudend bloed blijft verliezen, moet u tijdens de kantooruren contact opnemen met de endoscopieafdeling. De uitslag van het onderzoek ontvangt u van de arts die het onderzoek aangevraagd heeft. U moet hiervoor een afspraak maken op de polykliniek. Soms kan de arts die het onderzoek verricht u alvast een voorlopige uitslag geven. Als er tijdens het onderzoek weefsel weggenomen is, duurt het enkele dagen voordat de uitslag bekend is. Wij wensen u een goed verblijf in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.